Als het goed is, gaat Ja, hij maar weer hij in. zit nog niet Hij gaat geactiveerd. erin, hier! Hop! Oh, waar is klik? Zo! Hoi, joh! Nee, Nee. joh! Ik blijf dit doen, dit vind ik echt leuk. Ja, ja dit is nog een kuifje, vak kuifje. Hoezo ga je ook zo hard? Maar hoe doe je dat? Ja, je moet gewoon heel lang echt ingedrukt houden, echt heel lang. Ja, maar dat doe ik ook, maar als die helemaal vol is, dan... Ik weet niet, bij mij gaat hij. Oh, die van mij heeft nu heel veel bloed. Oh ja, pak dat voor bloed waarschijnlijk. Nee, oh, maar dat komt omdat ik level up heb gedaan. Oh ja, ja, hij gaat. Je moet hem gewoon veel langer inhouden dan wat normaal nodig is. Oh. Koude zieke oh, dip, mijn... hè? Oh, hij rent niet meer. Die mijn die vloog tegen de steen aan, joh. Hij heeft gelijk een hersenschudding, denk ik. Dit ga ik echt de hele avond doen, ik zweer het je. Yo, die van mij gaat echt heel langzaam. Oh, ik snap al waarom ik zachter ga, omdat ik fucking zwaar ben. Ja, dat heb ik ook. Ja, maar ik werd helemaal geen gewicht en mijne ging ook niet. Ja, maar ik loop nu sowieso ook al zachter, omdat ik... Zo, wel! Zoveel erin heb. Oeh, wel! Hoe ging het zo hard? Wow, ik ben helemaal in de zee, joh! Oh, die kip is hier! Ja, op die steen! Die kip heb ik daar! Ik ga helemaal stikken. Ik ga die charge op die kip, maar ik kan denk ik niet door het water heen, hè? Zag je hoe hard ik ging? Maar ik was niet te remmen, kei! Ho, ik ga ook niet zo snel. Je viel gewoon echt 30 meter weg. Ja, maar hè? Dat had ik net de eerste keer ook. Ik schrok met de pleuris, joh. Dit ding leuk. Ik ga je één ding vertellen. Ik ga tering snel. Deze dino, joh. Dat ik heb dat nooit zo vermaakt op deze dino. Ja, ik ook niet. Dit is echt leuk, jongen. Ik ga even trouwens één kist met riet helemaal volgooien. Daarna ga ik al het riet weggooien. En dan gooi ik het elke keer weg. Als ik maar één. Dat ga ik even doen. Ja. Als ik maar één kist vol met riet heb, dan is dat genoeg. Je micro gewoon daar alles van. Ja, maar dit riet is echt chill en die charge ook. Want nu, als ik helemaal vol ben, mijn gewicht is helemaal vol. Maar ik kan alsnog snel lopen met dat die charge. Dat is wel kut, man, want je kan dat niet doen, dat overplaatsen. Dan moet je alles één voor één doen. Ja, je kan boven die pijltjes doen. Daar ben ik mee bezig. Maar als ik riet intik, normaal gaat hij dan... 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan kan je alles daar naartoe zetten. Maar nou moeten we eigenlijk alleen nog... Als je dan nog moet hebben, doe de riekes. Met deze kan je ook best wel veel hout hakken, zie ik nu. Ja. Op zich. Als je gewoon een paar keer door het bos gaat. Het is wel fijn als je gewoon één ding hebt, ook voor hout, hoor. Maar ik bedoel... Ja, misschien zo'n kip een keer, want die is ook fijn voor vezel. Die kan altijd wel fijn zijn, maar... Maar ik denk dat die beef dan de meeste aanpakt nog steeds. Doen. Volgens mij pakt die beef dan het meeste. Mammoet pakt het meeste, maar... Dus ja, dat sowieso. En hier is het heel ver weg. Nou, kom, we gaan tegelijk. Ja, ik wacht op jou. Huh? Maar hij doet niks. Oh, nu denk ik dat hij lopen. Waar ben je? Nou, waar ben je? Oh. Ik kom ik ben links. Bij... bij die plekje waar jij Terry's in zijn sauna zat. Oh, ik oh, zie daar lopen. Oh, daar rechts, wacht. Dat komt niet aan. Ja. Ik zit nog steeds te charge, al echt 2 minuten lang nu. Dus ik ben in 1 keer weg, kan ik vertellen. Ik heb hem staan daar. Misschien ga je gewoon... Om nu los te laten. Misschien gaat hij gewoon... lichtst in snelheid, weet je wel, gewoon... Ja, stal, een zie je allemaal gewoon... witte licht zie je om je heen. Moet ik eerst gaan, dat je kan kijken? Maar ik ga nou snel wachten. Oké, okay, gaan. Gelijk, kijk, vooral daar gaan. Hou tegelijk zijn. Oh, ik ga. Ik spring op het water. Ik ga slom. Hij heeft 3 minuten ingehouden en gebeurt niks gewoon. Ik ga echt tering slow. Yo, ik ook. Je gaat tering snel. Joh, dat gaat echt lang, hè. Hoe kan dat? Yo, een beest heeft al mijn gebakken vlees gestolen. Teringbeest. Uit het niets gewoon, hè?
Ja, ik ging echt maar zo snel. Ik vloog gewoon over een meer heen. En toen kwam ik met die trika neer. En daarna opeens komen de twee van die stilbeesten langs en die stelen mijn vlees. Kijk eens wat ik hier vind. Nou. Een trilobite. Dat zijn die kleine beesten, weet je, die uit de zee komen. Die hebben altijd keratine en parels. Ja. Wow! Eén klap, 1500 damage. Ik kill gewoon een dodo van 110, één klap. Yo, heel gaaf, heel snel omhoog. Ik heb al 600 aanvalskracht nu. Twee keer omhoog gedaan. Oh, we hebben maar geen... Ja, ik had hem 8 omhoog gedaan. Ik had nog meer. Oh, leuk snel. Bij mij gaat hij gewoon een stappen van 600. Eindelijk een keer hard. Bij mij gaat hij een stappen van 600 omhoog, hoor. Van wat? Aanvalskracht. Oh. Mij ging eindelijk een keer hard, stond ik gelijk in het begin gelijk stil tegen een steen. Wow, ik ga zo hard. Ik ga zo hard, ik kan het niet meer. Wow, ik vlieg gewoon vanaf hier naar de beest toe bijna. Zo. Ik ben even bij de beest. Zo, dit is niet normaal hoe hard ik ging. Ik ben bij mijn beest weer. Dat is echt perfect. Oh, jongen, jongen, jongen. Ik ben zo blij met die trijken. Hij doet nou 1700 damage. Hey, maar die kip zit nog steeds bij de stenen. Ja, ik denk... Als ik hem 2-3 klapjes geef, is hij dood. Met mijn trijk. Ja. Nu ben ik gewoon één beest met banglijnen. Met die trijk. En die van mij is ook zo hoog level. Joh. Ja, zo hoog level die van mij, ja, klopt. Dat misschien kunnen we eentje laten paren even snel. Ja, zometeen, ja. Maar mij is nog steeds aan het levelen. Ik kan beter dan als mijne zometeen een beetje klaar is. Want ik ben nog steeds aan het levelen, joh. Ja, oké. Dan is hij nog hoger. Ja, ik ga mijne even op mijn hand. Als jullie van jullie ook een beetje levelen. Dat is echt slim, want dan krijg je hem hoger gemiddelde, weet je. Voor mij is nu level 97. Mijne 91. Beter. Ik ga nu ook even beesten pakken, man. Ja, je moet beesten, dan level je sneller, ja, ja. Even levelen, ja. En laten we met z'n drie gaan, dan. Ja, kom op het strand. Ik wil op het strand links gaan, waar die kip is. Ja, laat mij eerst heel even dan... Daar heb je heel veel beesten. Ja, mij ook. Ik ben ook maar bezig, hoor. Oh, wacht. Dan doe ik dat ook, ja. Maar ik ben wel best wel verder af. Hoi. Doei. Hoi. Doei. Oh, mijn kist van hout is ook al bijna vol nu. Hij is nog niet helemaal, maar... Nee, ik heb nu al twee kisten hout bijna vol. Maar ik denk dat we die kant moeten, langs het strand, denk ik. Dan kom je ook een beetje bij Viking Bay daar, weet je wel. Oh ja, kunnen we lekker... daar kunnen we echt genoeg killen daar. Vrouw, wat doe je dan? Jij had hetzelfde idee. Oh nee. Hier is een parasaurie. Ik kwam gewoon tegen die steen aan. Zag hoe snel ik ging, joh. Wow, wow, wow! Yo, Frank, hoor joh! Ik ben er niet meer. Ik ben al bij Viking Bay. Ik heb iemand al gekild van 200. Nou, ik ben maar fucking bij al bijna. Nou, ik ben altijd terug. Hier. Maar soms doe ik hem ook niet helemaal vol, hè. Als ik hem halverwege doe. Ik ben bij de kip. Ik heb hem nu halverwege gedaan. Kijk. Gaat hij net zo hard. Nou, maar als hij dood is, dan gaat hij minder lang. Maar zou ik die kip één klap geven of niet? Nee. Die kunnen we temmen zo. Ik kwam bijna vlogging tegen die kip aan, hè. Ik vloog gewoon net over hem heen. Hij legt allemaal dodo's. Hey, hier zijn trilobieten. Zit hier. Ja, die moet je pakken. Waar zijn jullie? Maar dit duurt echt lang voordat je die killt. Ik doe hem geen damage. Jawel, ik doe het wel, maar... Waar zijn jullie gaan? Ja, gewoon langs strand. Maar ik doe maar 28 damage met die charge. Ja, die charge moet niet, dat is niet goed, maar je maakt hem wel een beetje bewusteloos. Ja, oké. Je zit op zijn kopjes ook van die dingen. Beestjes. Ja, daar verderop, daar zit je vlakbij Viking Bay. Kunnen we misschien gelijk die kistjes weer of ook kapot maken? Ja, dat is net zeggen, dan kunnen we kistjes daar pakken. Oh, Brontosaurus ergens, dan moet die pakken anders. Waar? Ja, rechts. Ja, daarboven. Ja, ik kan... Oh, ik ben hier bij die kistjes trouwens.
Hij is wel helemaal daar, joh. Ja, ik ging echt snel. Nou, ik ga witte hard. Zwaard heb ik. Ik ga witte hard. Ah, maak even al die kistjes open, joh. Ja, dat is wel goed. Nou hier, gekke parasols. Nou hier, één klap. Ik heb pieken en zwaarden gekregen, bijlen, kruisboog. Nee, dit is die hele grote, kan je deze wel killen of niet? Nee, deze niet. Dit is niet die hele grote, mag afkijken. Er zit een steen op zijn rug. Nee, pak hem gewoon. Nee, dan is deze kunnen we killen. Zoveel damage, jongen. 2000 gewoon. Ik ga gewoon niet loslossen. Wat doe ik echt doen? Kijk, als je nu een paar klap geeft, misschien heb jij hem gekillt, krijg je levels. Ja, blijf stoppen, stop nu. Maar jij hebt maar 200, joh. Je moet echt je ding omhoog doen. Ja, ben ik mee bezig. Hij is wel aan het vluchten, dus hij is bijna neer. Maar je raakt hem niet meer, ik zie geen getalletjes. Maar waar zijn jullie? Ja, nu raak je weer. Ja, wij zijn nog helemaal terug, joh. Hij gaat niet dood. Maar hij moet wel, hij is aan het vluchten. Hij heeft heel veel bloed. Ik kom eraan. Oh, laat kijk deze killen. Hij heeft nog geen dier gekillt. Ik ben weer bij die kip. Waar zijn jullie? Oh nee, we zijn wel iets verder. Maar ze zijn wel een gekke bronto. Of wat is het? Bronto, wat is het voor beest eigenlijk? Ja, hij moet toch niet bij hem doodgaan? Ja, zo'n 170. En leveltjes omhoog? Oh, ik ben ook half bewusteloos. Oh, ik zit nu bij mijn eigen... Hoeveel leveltjes? 3, lekker. Oh, is daar is die bronto. Op de rand zitten, of niet? Nee, hier, je loopt echt keihard voorbij. Oh, hij vliegt daar al, joh. Oh, hier is in één keer een kookpot hier. Ja, dat... Huh? Nee, maar en twee lijken. Of twee mensen hier. Ja, oh ja, die heb ik gezien. Die heb ik een keer gezien. Eindelijk is die parasol dood. Oh, hulp. Je krijgt elektronica. Van die... Oh, van die tech. En scrap metal, olie heb ik. Oh, dat is elektronica. Die moet je element bewaren. Dust. Element dus, ook nog. Ik had eigenlijk wel gehoord dat hier iets van een T-Rexje was ofzo. Oh, dat gaat voor mij wel echt weer iets een stukje te ver. Nee joh, die heb ik makkelijk aan joh. Nee, maar mijn beest trouwens wel half health. Kijk, we hebben straks denk ik wel leren en keren tienen genoeg hoor. Yo, maar ik wil gewoon zo snel bij. Makkelijk. Maar aan de ene kant is het wel kloten met deze beesten dat hij dan niet... De dingen oprapen. Net zoals als je bijvoorbeeld een raptor, dan gaat hij ook gelijk al het keratine en alles raapt hij op, weet je wel? Ja, dat is wel. Of andere ik ga op beesten. Slow. Nou, ik ga hier tijd slow. Ik ga wel heel lang, maar... Een parasol jullie kant op. Oh. Lekker. Oh, hier zijn allemaal trikes voor mij. En parasaurus. Oh, die trikes die zijn wel goed, want daar krijg je, hoe heet dat van? Oh, er zit zo'n vogel achter die vrouw. Yo, mijn bestjes. Ik ga even een dingetje, dat hang ik even weg. Hij is ook te hoog. Yo. Hij zit nog steeds achter je. Achter je aan in ieder geval. Ik ga die parasol maar vallen. Misschien kunnen we die schorpioenen pakken. Ja. Dan krijgen we ook weer een speciale shit van die schorpioenen. Yo, waarom gaat hij nou het water in die parasolen? Bijna dood. Yo, gaat hij het water. Bijna een PTE dood gemaakt, maar... Lekker. Twee trikes en zo'n litro dingetje. Heel klein.
Oh. Oh, bijna keratine krijg ik hieruit, joh. Ja, uit die thuis krijg je niet heel veel keratine. Dat ik jou trijks ook veel kreeg. Ik ga even snel proberen zo snel mogelijk naar die plek te gaan waar die schorpioenen zijn. Laat maar. Ja, bij mij heeft hij ook laatst niet. Gaat nooit misslaan. Nee, bij de laatste keer deed hij bij mij ook niet. Of twee keer niet achter elkaar. Oh nee wel. Nu stopt hij opeens. Hij weet ze gaat heel snel met mij. Oh, nu gaat hij ook lekker. Yo, ik maak een jump, joh. Kijk waar ik sta. Ik ben helemaal bij de T-Rex. Kijk waar ik sta, bro. Waar? Zie je waar ik sta hierboven? Nee. Achter je. Huh? Hier bovenop. Oh, daar. Kijk, ik ging hier. Ik kwam hier tegenaan, hè. Let op. Ik kwam tegen deze steen hier zo. Tegen deze steen vloog ik aan. En ik kom daarboven, kom ik erop. Zo'n sprong die ik maakte, joh. Ik drop ook even al die bestjes, joh. Ik heb ook 80 miljoen bestjes bij me. Hé, hey, doe nee, de ricochet rechts. Op het strand. Op het strand ik zelf? Ik heb wel heel veel verdovingspijlen. Ja, hier zo, kijk. Oh ja, daar. Ik heb ook verdovingspijlen. Yo, temmen. Okay, ik zal heel ver lopen, dan. Maar ja. Ja, hij fluit passief. Dus ja. Fluit passief. Nee, nee, als hij gaat. 100, level 100. Ik word aangevallen. Yo. Kut, door wat? Ik word aangevallen door ik vogels. Ik schoot al. Ja, ik hoor geen vogels meer, dus. Jawel, zit vogel bij Farel. Als Melvin gewoon fixt met die ding. Ik ga Melvin helpen, want hij heeft. Ik heb niet zo heel veel pijlen hoor. Ik heb 17. Ja, ik heb 84. Dus ik kan... Kom, 3. Ik heb al geschoten, hoor. Hij schiet er dan. Is hij al vlucht of niet? Zo leek het wel. Hij heeft me wel vaak. Ja, 240. Hallo, doe eens normaal. Wat kom je nou weer achter mij aan? Ja, dit is wel een lekker beestje, maar ook al hebben we er maar eentje, weet je wel. Heeft hij niet bijna bloed? Nee, omdat we overal pijlen schieten. Oh, die kleur is wel vet. Dan ken je een andere kleur. Wat uitkijken. Hey, dit ding is niet even rustig gewoon. Maar dan laat maar, het zijn echt gewoon die pijlen. Hij rent nog niet. Ja, ja. Nou, weet ik niet. Hij heeft ook op zijn lichaam zelf, kijk. Op zijn schild. Ja, ik denk dat hij bijna dood is, hè. Ja, maar wat moeten we anders doen? Oh, kut vogels. Ik word... Kleursvogels. Of niet? Ja, hij rent wel een rijke vogel. Ja, deze hebben echt heel veel levens, hè. Ja, maar op zijn schild zelf zie je ook bloed. Ja. Oh, hij heeft die vol geslagen. Lekker voor hem. Hij heeft vooral flash gestolen. Ja, nu gaat hij weg, denk ik. Oh nee. Ik heb die vogel gebolaat. Echt? Help mij. Dat zo lekker weg kan vliegen. Als die vogel hier allemaal weg is, weet je wel. Dan hebben we daar helemaal geen gezeik meer mee. Oké. Okay. Ik heb nu al 20 pijlen op hem geschoten. Ja, ik heb nog maar 7 pijlen. Hij is nu maar wel aan het vluchten, hij is aan het vluchten nu. Ja, nog één pijl hier, let op. Ja, maar kijk uit, niet te veel, kijk uit. Beetje rust gaan nu. Beetje om de 5 seconden of zo. Want... Hij komt weer terug. Weer terug, hoor. Ja, weet ik. Op een gegeven moment komt hij weer terug. Ja, hij is neer. Ja, nee, ja. Nee. Hij is opgerold. Nu kan ik hem nooit meer temmen. Hieronder kan ik hem schieten. Nee, nu kan ik hem nooit meer temmen. Maar hieronder kan ik hem als... Oh, hij is kijk, op... hier, zie oh je? Nee, maar hij had nog bewusteloos, joh. Maar je denkt maar 3 damage. Ik heb trouwens geen bestjes, ja, joh. Dat wel. Oh, maar het ding ik is kapot. Ik heb heel veel gedropt. Hij is ja, bewusteloos, ik heb hier... ja. Hé, hey, mijn ding, mijn trike wordt aangevallen. Door een schorpioen. Mijn trike is dood. Is bewusteloos. Ja, mijn trike is dood. Opeens een schorpioen. Val hem aan, Mel. Jij moet sowieso mijn ook even redden nu. 260, joh. Ja, kijk eens aan. Nee, maar vrouw, wij, jij, we kunnen sowieso paren. Dat is ja, echt chill. Maar...
Die Doederikus, waar kun je die zaal dan maken? Kan dat hier of moet dat bij die ding? Voor mij moet dat bij dat ding. Oké, anders had Vrel daar nu opgekend. Dan hadden we deze laten paren gelijk. Kijk, ja, dat moet bij zo'n ding. Maar vooral zijn ding is nog helemaal vol, hè? Drijk. Ik heb alle kan bij mij wat dingen. Maar je kan bij mij hier, ik sta naast je. Als je wil, kan je hem overzetten. Oh ja. Maar dat beest, dat is zo'n klote meetlok, hè? Hey, ik zie daar nog een Doederikus. Los maar. Oh, nee, panten daar! Een panten bij die parasolen. Oh, pak hem wel. Zal ik hem pakken? Ja, ik ga mee aan. Er komt een gier op me af. Ik ben bijna dood. Er komen gieren op me. Ik ben echt bijna dood. Kom naar mij, vrouw. Kom naar mij, richting mij. Ik heb ze aangevallen. Ik ben dood. Kom naar B, naar die ene B. Sabeltand tijgers. B2? Ik weet niet naar welke B. Welk was het vooral? B3. Ja, kom. Nou, ga op zijn truik zitten, dan heb je in ieder geval bescherming. Als iemand kom niet dat mijn truik ook dood gaat, want dan hebben we allemaal geen schaalvertantijgers. Ik heb alles al gekild, die schaalvertantijgers ook, die kan ook nog even mengen. Hier, deze hebben... keratine. Huh, als je deze gieren neerhakt, krijg je bedorven vlees. Huh? Ja, omdat het soort van gieren zijn er een beetje van die vlees, van die vieze... Hey, ik ben bijna knock-down, hè? Je hebt mij gehakt. Wie heb ik jou gehakt? Nee, die hier, Frika, die is bijna nog dan. Oh, oh geef eens 10 bestjes. Ja, ik ben er ook weer hoor, maar... Zo, het schrok even, man. Gewoon bij de twee klappen, je bent dood bij zo'n gieren. Ja. Oh, ik heb 111 bedorven vlees, joh. Oh, dat is echt chill, dat is heel chill. Oh, hier ligt jouw tas, dit is jouw tasje ofzo, wie is het tasje? Nee, hier ben ik. Oh nee, dit is van een level 190 zaaltontair. Tasje, maar er zit alleen maar... Zeven pijlen. Maar net, hoe kan ik levens erbij krijgen? Ik ben echt bijna dood. Ja, dat is kloten. Moet... Dat is heel lang. Maximaal voedsel en maximaal water, dat weet ik wel. Dan krijg ik het snelst. Echt kut dat er geen Doederikus zadel hebben. Nou, dat lokken, dat duurt echt lang. Maar die gieren, die ken ik niet, joh, in andere. Dat is hier nee, nieuw, dat is ook nieuw volgens mij.